Digitalisering is overal. Door te innoveren kunnen overheden voorop blijven lopen bij het gebruik van nieuwe digitale technieken. Tegelijkertijd moeten zij de rechten van burgers en ondernemers beschermen als die onder druk komen te staan door die nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft TNO samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een methodiek ontwikkeld. Daarmee kan, met respect voor privacy en democratische waarden, onderzocht worden wat digitalisering kan betekenen voor het ontwikkelen van overheidsbeleid. Het Policy Lab. Het Policy Lab is een gecontroleerde experimenteeromgeving, waar specialisten, beleidsontwikkelaars, burgers en juristen in co-creatie aan de slag kunnen met datagedreven beleidsontwikkeling. Het Policy Lab-programma kent 3 fasen. Als eerste onderzoeken we of er naast bestaande databronnen van bijvoorbeeld CBS ook nieuwe, betrouwbare databronnen beschikbaar zijn. En welke state-of-the-art technologieën, zoals machine learning, we daarvoor in kunnen zetten. Daarna kan er in het Policy Lab worden geëxperimenteerd met die nieuwe databronnen en technologieën. Het doel is om gezamenlijk tot nieuwe, gefundeerde inzichten te komen en de vertaling daarvan naar beleid te maken. Als laatste stap werkt Policy Lab mee aan de implementatie, opschaling en monitoring van dit datagedreven beleid. Deze benadering is uniek en kan door verschillende expertises bij elkaar te brengen overheden verder helpen bij hun digitalisering. Gefundeerd datagedreven overheidsbeleid belooft een meer efficiënte, toegespitste aanpak op een scala aan beleidsterreinen. Doet u mee?